Mogelijke doorbraak in een oude verkrachtings- en mishandelingszaak in Schaik. Twee broers uit Eindhoven zijn opgepakt. In 2009 werden in een chalet op een vakantiepark een vrouw en haar vriend overvallen. Beiden zijn toen zwaar mishandeld. De vrouw werd verkracht. Opgepakte verdachten zijn 26 en 28 jaar. Een van hen zat eerder vast in deze zaak. Eind vorig jaar kwamen er bij de politie nieuwe aanwijzingen binnen. En op basis van die informatie hebben wij opnieuw contact gezocht met het publiek om tips en informatie te krijgen. Op verzocht en Bureau Brabant hebben we daarvoor gebruikt. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een nieuw recherchewerk en uiteindelijk tot de aanhouding van deze twee personen. Op de redactie staat Jan Walen. Ja, Jan, even terug naar 2009. Overvallen, verkracht, mishandeld. Maar hoe gebeurde dat toen? En de vrouw woonde op dat vakantieperk in Schaik. En ze had een latrelatie met haar vriend. Die was daar op een middag toen er werd aangebeld. En toen kreeg die vrouw onmiddellijk van mannen die voor de deur stonden. een pistool op haar hoofd gezet. En ze werd naar binnen geduwd. En toen gebeurde die vreselijke mishandeling van man en vrouw. En die vrouw werd uiteindelijk zelfs verkracht. Ze zei later in Bureau Brabant. in een uitzending daarvan: dat ze niet begreep waarom die mensen moeten mij verschrikkelijk hebben gehaat. Ja, er zijn dus nu twee broers uit Eindhoven opgepakt. Uh, hoe is de politie hen dan op het spoor gekomen? Ja, daar wil de politie nog niet alles over zeggen, maar duidelijk is dat de aanwijzingen in hun richting gingen. En daarom is er gisteren bij die broers binnengevallen. Die wonen nog bij hun ouders. Maar de broers waren niet thuis. Toen heeft de politie toch contact met ze gekregen. En toen hebben ze zich zelf maar gemeld. En in dat huis zijn ook allerlei dingen in beslag genomen. Nou heb jij gesproken met een van de twee slachtoffers. Hoe reageerde hij? Ja, ik heb inderdaad met de man gesproken, met de vrouw. Kan dat helaas niet meer. Zij werd uh, uh, twee jaar na deze gruwelijke gebeurtenis ongeneeslijk ziek. Haar vriend zegt ja, misschien is dat ook wel een beetje gekomen door de vreselijke stress die zij in haar leven had sinds de overval. Nou, die vriend die zegt: Ik merk het ook nog iedere dag. Hij is zijn werk kwijtgeraakt. Zijn bedrijf is failliet gegaan omdat hij namelijk niet meer goed kon werken. En uh, ja, hij, uh, hij merkt daar dus. Uh, Iedere dag nog heel veel van en hij zegt: Ik ben blij met, uh, met deze doorbraak, maar eerst maar eens zien dat die mannen ook echt veroordeeld worden, want dan kan ik pas echt blij zijn. Jan je dankjewel.